kijkers van Online Games, van harte kijken we terug bij een gloednieuwe aflevering van City Skylines. We gaan weer lekker verder met de afgelopen onze plaatje. Ik heb liever. Nu waar komen we helemaal goed begrijpen. Ja. En ondertussen ben ik ergens achtergekomen. Met de treinsoort. Kijk, het is natuurlijk hartstikke leuk voor dit, maar stel voor ze hebben een station. Hebben ze niet nodig. Hoe willen ze dan rijden? Kijk, ze moeten hier. Maar ze moeten dus hier langs. Ze kunnen anders, kunnen ze niet komen. Dus ik zat te denken. Oh. Trein. Laten we nu heel even pauze zetten. En dan deze. Hier is hij aanstaan. Maar kijk, dan gaat hij alleen naar rechts. Zo kan het niet. Dus dan moet ik er eentje zo. En dat gaat dus net niet. Oh ja, dat gaat zo wel. Juist. Kijk. Als hij deze spoor nodig heeft. Zo. Dan slaat hij uiteraard die ook over. Dan zou ik hier hetzelfde gezegd. En als hij die andere wil, kan hij gewoon zo rijden. Waar zit deze dan? Dus, oh ja, klopt, hij moet dus. Ja. Zo moeten we het doen. En ondertussen heb ik best wel veel geld. Er zijn heel veel van die mensen, dus we moeten af wat. Ja, ik weet dat die mensen die ook, dus we moeten even nu een begraafplaats hebben. Ik ga gewoon aan deze kant zetten. Ook meer van deze dingen halen. Tot. Deze moet dit hier zo. Okay. Het is wel irritant. Nog een aan. En die moet ook daar zijn. Dus heb jij drie treinen op één perron. Thank you.
zou eigenlijk die blauwe als eerste doen. Deze niet. Deze moet ook op zijn. Waarom gaat hij dan door? Beter zo kunnen rijden. Kijk eens aan. Dat loopt goed. Dat ook, ik wilde eigenlijk kijken. Want ik heb heel veel. Ja, toch wel. Een weg. Dus ik wil eigenlijk een weg. Helemaal. Om daar winkels neer te zetten. Want dat is best wel. Juist, dat ik makkelijk kan even wachten.
Oké. Okay. Dat is goed. Oeh, ja, natuurlijk, stroom en water. Heb ik helemaal niet gezien. Ja, maar je kunt het niet uitbreiden bij het treinstation, hè? Nee. Dat is wel groot, maar ja.
Eén plekje vrij. Zullen we? Daar eens even kijken. Echt overal. Treinstations het hebben. Niet veel. Om overal. Ja, hier hoeft dat niet. Elke dingen te stoppen. Dus dat we eerst hier zo gaan doen. Kijk, dan heeft hij deze kant ook hier allemaal. Gaat hij zo de brug over? Die. Kijk hoeveel dat we van 30, dat is 30 bussen, dat is ja, dus zullen we 50 doen? Dan kan die maximaal 15 bussen, zo gaan we echt nog op een paar. Zoveel is er echt niet nodig hoor. Goed, we hebben hier toch wel wat flats gebouwd en alleen deze kan ik nog van alles. Een voetbalstadion.
Kijk, ik ga deze ook terugbetalen. Dus kan ik 80.000 nog lenen. En dat is niet genoeg, want we hebben 2 ton nodig. En dat gaan we ook vol van sparen. Dus dat komt helemaal goed. Maar ondertussen hebben we... Dus de bus... Het is helemaal vol. Ook deze, die zit ook... Helemaal vol. Dus, dan die trekt, ja, deze kant komt natuurlijk niet. Het hoeft alleen... Hier naartoe en dan... ja... Zijn ze er eigenlijk al. En die andere die staat hier. Ja, ik hoop wel dan hier te staan. Maar dat is geen ramp. Goed. Ik ga het erbij laten. Hoe zit het? Die zit vast. Zie je? Komt onder dit grote stationnetje. Hoe zit het met de weg? Dat is een stuk rustiger, hè? Dat is een stuk als hier moeten we dat doen ook. Dat is een heel nieuw stap. Maar dat maakt het veel uit. Ik ga het hier zo belaten, jongens. Wij zien elkaar de volgende keer maandag of dinsdag voor de week van de zomerstop. Maar je moet de planning nu nog allemaal gaan maken. Ik ga het in een video belaten, ja? Wij zien elkaar de volgende keer weer terug. Kijk eens. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En tot de volgende keer dan weer, jongens. Mazzel!